Hallo, mijn naam is Jan Rusler en vandaag ga ik tonen hoe de SunnyBoy 3.0 tot 5.0 snel en eenvoudig wordt geïnstalleerd. Het belangrijkste verschil is dat de nieuwe SunnyBoy de eerste omvormer is met SMA Smart Connected. De geïntegreerde service SMA Smart Connected betekent dat SMA de correcte werking van de SunnyBoy-omvormer bewaakt voor eigenaar en installateur. Eerst bekijken we hoe alles geleverd wordt. De doos bevat een beknopte handleiding voor installatie en in dienstname, de omvormer zelf, de AC-connector, de SunClick-stekkers voor de DC-aansluiting, afdichtpluggen, een ethernetwartel, de WLAN-antenne en de muurbeugel voor de omvormer. Het voordeel van de Sunny Boy is dat alle aansluitingen van buitenaf toegankelijk zijn. Dit betekent dat het deksel niet losgeschroefd moet worden. Aan de achterkant van de omvormer, aan de binnenkant van de buitenste koelvinnen, bevinden zich links en rechts geleide pennen om de omvormer op de muurbeugel te bevestigen. Ik heb de muurbeugel reeds gemonteerd en nu ga ik de omvormer ophangen. Met zijn 16 kilo is hij erg licht en geschikt om door één persoon geïnstalleerd te worden. Wanneer de Sunny Boy opgehangen is, moet het geheel verankerd worden. Hiertoe dienen de twee meegeleverde schroeven die vastgemaakt kunnen worden met een Torx TX25 schroevendraaier. Houd bij de installatie de voorgeschreven kabel- en kabeldoorsnedevereisten in acht. Die zijn te vinden in de beknopte handleiding. Ik begin met de aansluiting van de omvormer aan de AC-zijde omdat de behuizing van de omvormer dan geaard is. Verzeker voor de montage van de AC-connector dat de AC-voeding is afgesloten en dat de kabels spanningsvrij zijn. Bij de montage van de AC connector begint u best met het losdraaien van de wartelmoer. Daarna kunt u de kabel er in één keer doorhalen. Nu kunnen de kabels in de kabelaansluitingen geplaatst worden. Let hierbij op de markeringen PE, N en L. En. Maak elke ingevoerde kabel vast door middel van de meegeleverde Torx-8 schroevendraaier. Hierna kan de aansluitstekker dichtgedraaid worden. Ik neem nu dit hulpstuk en schroef het geheel stevig vast. Daarna sluit ik de AC-connector aan op de omvormer. Houd hierbij de gleuf naar voren en borg de ring met een kwartslag. Nu gaan we verder met de DC bekabeling. Hiervoor neemt u de kabels van de zonnepanelen waarop u de meegeleverde SunClick stekkers monteerde. Controleer de polariteit van de kabels met de markering op de stekkers. Plaats de kabel in de overeenstemmende aansluiting MPP tracker A of MPP tracker B. Dicht de resterende aansluitingen af met de afdichtpluggen en de overige SunClick-stekkers. Zo is het toestel compleet afgedicht. De eenvoudigste manier om een communicatieverbinding met de omvormer tot stand te brengen is de rode dop te verwijderen en de meegeleverde WLAN-antenne aan te sluiten. Als u wilt monitoren op internet via een Ethernetkabel, is het belangrijk eerst de Ethernetkabel te voorzien van een wartelmoer, daarna de rubberen dichting aan te brengen en vervolgens de schroefmof over de Ethernetkabel te plaatsen. U plaatst de rubberen afdichtingsring het best in het uiteinde van de schroefmof. Nu kunnen we de ethernetkabel rechtstreeks in de Ethernet-aansluiting van de omvormer plaatsen. Schuif vervolgens de schroefmof omhoog en draai alles vast. Nu kunnen we aan de AC-zijde de netspanning inschakelen en de DC-schakelaar inschakelen. Nu moet u de omvormer nog in dienst nemen zodat hij volgens de juiste landnorm werkt. Op het deksel van de Sunnyboy bevinden zich drie LEDs. Het lampje links is de functioneringsled. De blauwe LED rechts geeft de communicatie weer. Wanneer de rode led in het midden oplicht, betekent dit dat er een storing is. In geval van storing krijgen de eigenaar van de zonnestroominstallatie en de installateur een melding via e-mail. De automatische bewaking van de omvormer maakt deel uit van SMA Smart Connected. Dit was het voor de mechanische en elektrische inbedrijfstelling van de Sunny Boy 3.0 tot 5.0. Het is heel belangrijk om hierna het toestel via de geïntegreerde webserver in dienst te nemen en voorts op Sunny Portal te registreren om de Service SMA Smart Connected in te schakelen en de installatie te bewaken. De indienstname en registratie leggen we u uit in andere video's.